Burrito Brawl! Yes, yeah. Go! Yes, goed dat je kijkt naar de laatste aflevering van Beunhazen. Je weet wat betekent, hè, de laatste aflevering. Ik moet aan de bak vandaag. Ja. Daarom staan we vandaag in Utrecht. We gaan even bij Beunen bij spelletjeszaak Subculture. En deze hebben de Golden Pin Award gewonnen. Die gaan we aan het eind van de dag uitreiken namens Google. Want dat hebben ze gewonnen omdat ze hun klantenservice tijdens de pandemie op hoog niveau hebben gehouden. Zeker, dat hebben ze gedaan door telefonisch contact, videobellen met klanten, spreekuren op social media. Ze hebben ook nog gewoon een bezorgservice opgezet in de pandemie. Zij zijn met de fiets, de spelletjes, terwijl heel Nederland aan het gamen was, spelletjes aan het spelen was. We zijn het gewoon langsgebracht. Dan ook nog eens video's op YouTube. Ja. Pak eens even een goede recensie. Oh ja, we hebben natuurlijk de recensies hier. Even kijken. Super veel verschillende spellen, gevarieerd aanbod en hele vriendelijke en behulpzame medewerkers. Nou, daar zijn wij vandaag. Eén van? Ze hebben hem dik en dik verdiend. Ik voel me vereerd dat ik hier vandaag mag werken. Ja, ik zou zeggen, game on. Game on, inderdaad. De spelletjeswinkel vind je aan de gracht midden in het centrum van Utrecht. Eigenaar Tijn opent de deur voor zijn nieuwe werknemers. Deze ook verlies, Joost. Oh. Hier is het. Oh, hier wel. Ja, hier is het wel. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Hey, hoi. Jij moet Tijn zijn. Jazeker. Welkom in Subculture. Een mooie winkel. Wij komen even een dagje even helpen. Even bijbenen. Even de hele boel verbouwen. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Zal ik jullie even rondleiden? Ja, leuk. Ja. Heel leuk. Mooie winkel. Was het nu een populair spel? Is het nog steeds Monopoly van vroeger? Of is het echt iets anders geworden? Dat is echt de ancient, man. Nee, Monopoly doet niet meer mee. Monopoly is out of the game. Monopoly is echt out of the game. Sorry. Heel eerlijk, sinds Monopoly heb ik bijna niet meer echt. Nee, ja, ik heb Risk en Monopoly gespeeld. Risk en Monopoly. Ja, kaartspelletjes. Maar we hebben echt education nodig. Ja, we hebben echt recht. Ja, zeker. In de winkel vind je honderden spelletjes, van jong tot oud en van beginners tot experts. En er komen elke week nieuwe spelletjes. Dit is de laatste 2-3 weken nieuwe spelletjes, zeg maar. Maar ken jij ze dan ook echt allemaal? Ik speel ze niet allemaal. En we proberen onder het personeel een beetje te verdelen wie wat speelt. Ja, en we hebben wel allemaal onze expertise, zeg maar. Dus, wat is jouw expertise? Ik ben wel heel erg van het rollenspel. Rollenspel, ja. En gaan wij vandaag veel gamen? Of, Ja, natuurlijk. Okay. Ga lekker spelletjes spelen. Yes! Waarmee gaan we beginnen? Laten we beginnen met Throw Throw Burrito. Dan nooit wel gehoord, maar let's go. De mannen gaan in deze ronde burrito's naar elkaar gooien. Maar je moet ze zelf wel even opblazen. Het is belangrijk om als spellenverkoper kennis te hebben van nieuwe spellen. Vertel, hoe gaat het in zijn werk? Je hebt 5 kaarten op hand. Je pakt steeds een kaart. Je kijkt of je een match hebt. En je probeert sets te maken. En dat zijn dit soort kaarten. Als je daar 3 van dezelfde van hebt, dan heb je een punt. Als je 3 van deze Burrito Brawl of Burrito Jewel of Burrito War hebt. Dat is ook een set, maar daarmee start je een brawl. Daarmee ga je die dingen naar elkaars hoofd gooien. Maar 1 keer oefenen. Je krijgt 1 kans. Oh. Ik zeg, ga ervoor. Jij maar hij had hem al eerder. Deze wil ik. Oeh, die is leuk. Ik snap hier niks van. Ik snap hier ook geen zin. Duel, ik heb hem, bro. Burrito Brawl. Yes, ja? Go. En nu? Mag ik nu terugvechten? Nee, het is mijn kaart. Hit. Ik merk het al, regels maken niet meer uit. Burrito Duel! Duel! Oh, stop! Duel! De jongens starten het duel met de ruggen tegen elkaar aan. Het gevecht kan bijna beginnen. En 1, 2, 3, 4, 5. Go! Oké, dat lijkt me duidelijk. Ik had jou eerst. Zeker niet. Jezus, mijn bek af, jongen. Wat voor spel is dit? Hoe deden we het? Ja, heel goed. We waren allebei bijzonder creatief met kaarten bezig. Ik weet niet of het helemaal volgens de regel zit, maar dat vind ik eigenlijk wel heel erg tof. En dat is natuurlijk essentieel ook in een spellenwinkel, dat je creatief met de regels kan omgaan. Ja. Ja, hoewel jij fysiek niet helemaal mee had, hij heeft langere armen, langere benen, dus hij heeft meer reach. Ja. Vond ik toch dat Joost het beter heeft gedaan. Eigenlijk, wat ik vooral hoor, is 1, dat 0. Creativiteit dat hoor ik. Een soort van 1, hetzelfde 0. Woord is voor vals spelen en dat wordt beloond bij deze.
Ik hoor gewoon dat het kracht mooi. Heel belangrijk is in de spelerswinkel. Zo zou je het kunnen, reach. Zou je het kunnen interpreteren. Hij zegt het zelfs letterlijk. Je hebt vals spelen, maar daardoor heb je gewonnen. Nou, de toon is gezet. Ik heb het steeds niet tegen verlies, hè? Maar het is 1-0, maar je hebt een herkansing in de tweede ronde. Joost pakt de eerste ronde en herkansing dus voor Martijn in ronde 2. In de pandemie bezorgt Martijn zijn spelletjes tot aan de voordeur. En dat is precies wat deze beunazen vandaag gaan doen. Ben je klaar voor de tweede ronde? Ik ben er klaar voor, jongen. Dit is het spel. Calico. En de regels zijn dat jullie geen navigatie gebruiken. Dus je moet het echt hebben van persoonlijke contact op de straat van mens. Ik ga wachten op de locatie en jullie mogen lekker gaan fietsen. Ja. Goed onthouden. Malibaan. Malibaan. B. Malibaan. Jezus. Later. Brali. Bralibaan. Malibaan. Mevrouw, weet je waar de Malibaan is? Ik kan aan beide kanten. Ik kan aan beide kanten. Wat snel. Oké, super, dankjewel. Malibaan. Malibaan. Aan deze kant op. Mevrouw, weet u waar, hoe ik bij Malibaan kom? Rechtdoor? Daar ga ik naar rechts, links. Rechtdoor links. In de trein grote straat die jij Alkmaar. Oké, super, dankjewel hè. Mijn gevoel zegt dat ik hier eigenlijk naar links moet, denk ik. Oké, ik ga op mijn gevoel af. Ik wil de winkelstraat uit. We gaan hier gewoon naar rechts. Mevrouw, weet u waar de Malibaan is? We lopen zelf op te kijken, ja. Nee. Meneer, de Malibaan? Nee. Kut, dit is ook gewoon op de winkelstraat. VV-kantorretje. Museumkwartier, spoorwegmuseum. Die bordjes zeggen me ook helemaal niks. Zij weet het wel. Ik zoek de Malibaan. Je moet sowieso het centrum uit. Ja? Weet je waar een levendeur is? Nee, ik heb echt geen idee waar iets is. Moet ik naar rechts of naar links? Rechtdoor. Alles maar rechtdoor. Ja. Levende burg, zeg maar, daar zit een park en daar zit de Malibaan aan. Oké, okay, schoon die kant op. Ja. Dankjewel. Nou, ik moet naar de Malibaan. Oh, de Malibaan. Ja, ik zie het wel. Malibaan? Ja? Oh, ik neem met jou mee. Jij weet waar ik heen moet. Is dit de Malibaan? De volgende. En weet je of dat 35 links of rechts is? Oké. Er staat nog die bus, Wilhelmina Park. Ik moest wel richting een park. Misschien moet ik die bus volgen. Oké, we gaan gokken. Oh, ik ben er bijna. Dit is het toch? Is Joost er nog niet? Nee, je bent de eerste. Nee. Ja, goeiedag. Subcalls is hier. We hebben een pakketje. Ja, lekker. Super. Kijk eens aan. Je hebt deze besteld als het goed is. Heel veel plezier met je spel. Komt goed. Ik hoor dat die heel leuk is. Ik heb er zelf niet gespeeld. Maar ik heb het gevoel dat ik nu een ander spel aan het winnen ben. Mag jou het vragen? I'm looking for the Malibaan hier in Utrecht. It should be somewhere close. Can you maybe look at that at maps? Okay. Oh, it's very close. You have to go straight. Yes, and then across the water. And how many to the left? Yeah, thanks. Thank you. Thank you, buddy. Oké, top. Ik ben heel goed onderweg. Het duurt lekker, hè? Ja, dat duurt wel lang. Dat, 10 minuten. Of ik was gewoon mega snel. Nou, je hebt wel een mooie binnenwegen genomen volgens mij. Een mooie tijd neergezet. Nee, die kant op. Oh, kijk eens. Wauw. Je hebt het gepresteerd om er 3 keer zo lang over te doen. Vertel jij dat ook even tegen je vriendin? Dus deze ronde is voor jou? Deze is voor mij. Maar is het wel weer spannend in de laatste aflevering, hè? Is dat 1-1? Dat betekent dat de finale ronde de laatste aflevering gaat beslissen. Ja, hoe is het mogelijk? Martijn wint deze ronde. Zal hij er dan toch met de winst vandoor gaan? In de derde ronde spelen de mannen een wel heel bijzondere vorm van 30 seconds. Ben je een beetje bijgekomen van alles fietsen? Zeker. Joost, ben je er weer? Ja hoor, ik ben er weer. Omdat we in de winkel constant mensen aanspreken en enthousiast maken voor spelletjes, gaan jullie dat ook doen? Jullie gaan mensen op straat gewoon aanspreken? Beunazen moeten allebei 5 mensen aanspreken en ze zoveel mogelijk antwoorden laten raden. De tijd gaat nu in! Nu! Mark Rutte, zijn beroep is... Minister-president. Ja, nee, precies. Maar je hebt een bakker en dan is hij dan een... Politicus. Ja, heel goed. Met dit apparaatje kun je je kaas soort van... raspen. En dan heb je een... kaas raspen. Joppa, lekker man. Je hebt zeg maar die groente, ja. Wit... witlof. Nee, de andere... bloemkool. Boom, yes. Wanneer tijd, je... Tijd, stop. Het zijn er 3. Dames, even kijken. Als je een wondje hebt, dan doe je er een... Hoppa, heel goed. Druivensap, maar dan met alcohol. Rosé,
De rode wijn. Yes, dat was hem. Als een keer iets misgaat, dan heb je misschien altijd een alternatief. Plan B. Bam, lekker bezig. Als je... Tijd. Toch drie goed. Lekker bezig. Martijn, misschien kan je je kaartjes, als je het voorleest, zo houden. Dat doe ik helemaal niet. Zodat ze het heel goed kunnen zien tenminste. Daar kijken ze helemaal niet naar. Wat zit je nou bij hen te beïnvloeden? Doe het hartstikke goed, Martijn. Ja, dankjewel. Ga zo door. Even kijken. Ja, mag ik? Ja hoor. Go. Dames, even kijken. Die blauwe envelop, van wie krijgen die altijd? De politie. Nee. Kom op, die blauwe envelop komt van de... Oké. Okay. Ik ben niet... In Spanje ga je het eten en heb je allemaal van die leuke gerechtjes. Oh, tapas. Hoppakee. Ja, wat hier gebeurt? Heb je zo'n leider en die leidt dan... Vijf, vier... Nee! Kak! Tijd! Nee, maakt niet uit. Eentje. Dit was heel stroef. Eerlijk, de belastingbrief die hebben zij nog nooit gehad. Ja, dat is duidelijk. Ja. Even kijken. Hoeveel moet ik nog? Nog twee pogingen. Nog twee pogingen. En daar gaat hij. Even kijken, in de ochtend, waar word je wakker van? Van je... Wekker. Ander woord? Van mijn haan. Alarm! Nou, wow. Wat is je moeder? Is een koosnaampje? Mama. Nee, het is een... Tijd. Oké, je hebt nu 8 punten en nog 1 poging. Oké, waar kun je ontzettend veel geld mee winnen in Nederland? Een postcode letter. Hoppakee. Je hebt hoe je normaal naar boven loopt, maar dan gaat het automatisch... Een roltrap, hoppakee. Al die gekkies, die gaan dan ergens op het veld staan en die gaan dan... Demonstreren, hoppakee. Als er niemand meer woont in een... Iedereen is weg uit... Geen spookdorp, maar een spook... Stad. Tijd. Dat zijn er 4! Was hij er binnen of er buiten? Dat zijn er 4! Net er binnen, ja. Goed hoor, 12 punten. 12 punten. Dat is wel echt veel. Oké, Joost, je mag! Oké, ik heb snel een vraag. De koning woont in een? Français. Français. Duivis, dat heeft allemaal hup. Wat is dat voor iets? Als je moet pellen? Nee, dat heet anders. Op een fiets, zeg maar, dat ronde, wat is dat? Dat is een? Man. Ja, goed zo. Wat is dit? Wat is dit? Nee. Op z'n? Rugzak. Ja, heel goed. Ander woord voor jacuzzi. Wat? Lekker! Als je kan het eten. Nootjes, je moet bellen. De tijd is om! Ja! Ja, nee, die laatste is buiten de tijd. Darn it. Jammer. Oké, daar gaan we. Animals are in a... A zoo. Yes, Dutch word is... No, oké. If you have like a small thing to eat in between dinners. Snack. And then more, if you got more of it, then it's? Snacks. Yes, I got that one. The rest are Dutch words. Okay. Okay. Beesten in een kooi. Dat is een verzameling. Dierentuin. Je tijd was om. Laat maar. Is dit 1 of 2 puntjes? 1, ja. Echt een nazi. Snacks. Hier gaan we. Als die schijnt fel, heel fel, en dan kan ik me verbranden, dan moet ik. Wat moet ik smeren? Zonnebrand. Okay. Lekker, goed gedaan. Dit is absoluut geen vliegende start. Dat klopt. Je kan van melk een product maken. Die... Hoeveel punten heb ik nu? 8, hè? Ik heb je nu op 6. 6? 6. Dus ik kan niet meer winnen. Nou, gefeliciteerd. Ja, hoor. Ik kan je niet meer inhalen. Ja, hoor. Disket. Gefeliciteerd. Ja. Ongelooflijk maar waar, maar Martijn wint een aflevering. Ja, gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd, hoor. Ja, hoor. Strijdend eronder gegaan. De officiële winnaar. Hey, ja, hoor. Martijn. En dat zonder vals spelen. Gefeliciteerd, jongen. Maar over winnaars gesproken, er staat hier naast mij nog eentje. Dit zag je natuurlijk niet aankomen. Maar, nee, zeker niet. Dat is hem dan, de Golden Pin Award. Ja, die heb je verdiend, wow. Omdat in de coronatijd... Toen het allemaal gesloten was, jij contact hebt onderhouden met je klanten door middel van allemaal videocalls, YouTube-video's, waardoor ze op de beste manier zijn geholpen. En je hebt gelijk een webshop geopend, je bent gelijk gaan bezorgen, je hebt er zo creatief op ingehaakt dat jij deze woord verdient. Ja, hij is dikke niks verdiend. Het was hem dan alweer voor Beunhazen 2021. Misschien zijn we volgend jaar weer terug met een nieuwe reeks, maar voor nu was hem dan. Wil de winnaar nog iets zeggen? Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos, man. Maar dank jullie wel, fans in Duitsland en Portugal, waar jullie allemaal zitten. Tot volgend jaar. Ik ben er ook heel erg stil van, Martijn. We gaan natuurlijk nog veel meer bedrijven blij maken met een Golden Pin Award. Alleen dat kunnen we niet alleen, hè? We hebben handjes tekort. Ja. Dus daarom hebben we het heel ingeschakeld. Van niemand minder dan Bram, de Golden Boy. Hey! Bob, kom erbij. Bra!
In je haar, in je haar. Ja, op je hoofd, op je hoofd, op je hoofd, toch? Oh, in je oor. Je bent er wel van opgeknapt. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes, jongen. Jij kan dit. Op onze Instagram kun je Golden Boy Bram volgen, die awards gaat uitreiken in heel Nederland.